het donker, maar goed, dat duurde heel kort. Het zondagochtendconcert vandaag niet alleen te horen via Radio 4, maar ook te zien via de webcast, ook via radio4.nl. Radio Kamerfilharmonie onder leiding van Frans Bruggen en de Duitse sopraan Simone Kermes, die nu de grote trap afdaalt. En Frans Bruggen zal van de zijkant opkomen en zij ontmoeten elkaar dan in de buurt van de Bok voor het orkest. Straks de symfonie nummer 104 van Joseph Haydn. We horen ook de aria Berenice Kefai van Joseph Haydn. Maar het concert wordt geopend met de aria Infelice van Felix Mendelssohn Bartholdy. Een ongelukkige liefde uiteraard. Met daarin ook een prachtige vioolsolo van concertmeester Nadia Wijzenbeek. De concertaria Infelice, opus 94 van Felix Mendelssohn. Dal mio sguardo si ne legnò.
Dat was de aria Infelice van Felix Mendelssohn Bartholdy uit het jaar 1834. Gezongen door Simone Kermes met de Radiokamer Philharmonie onder leiding van Frans Brugge.